allemaal, leuk dat jullie kijken naar de kookvideo van Samen Fit. Vandaag gaan we wraps maken, gevuld met kipfilet, maar net even anders, want ook met pesto en parmezaanse kaas. Welke ingrediënten heb je nodig voor de kipfilet wrap? Nou, als eerste natuurlijk de wraps. Dit zijn volkoren wraps en het zijn mini wraps, maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een grotere variant. Wat crème fraîche light. Wat parmezaanse kaas. Wat pesto. Rucola. En kipfilet. Heb je nodig? Een snijplank, een kommetje, aluminiumfolie, een mesje, een vork en een lepel. Oké, we gaan beginnen. Allereerst gaan we de crème fraîche mengen met de parmezaanse kaas en de pesto. Dus ik doe het in een kommetje. De kaas erbij. En de pesto erbij. En dit roeren we goed door elkaar. De wraps erbij en smeren we het mengsel over de wrap, gewoon een lekkere lepel. Dit smeer je uit met de lepel, deze ook, zo, af, anders wordt het te veel. Dan leg je daar een plakje kipfilet op. En dan per wrap één plakje, omdat dit kleine wraps zijn. En een handje rucola. Klein beetje hoor, het zijn kleine wraps. Je kunt natuurlijk ook een andere slasoort gebruiken, dat maakt niet uit. Rucola is vrij pittig, maar je kunt bijvoorbeeld ook veldsla of ijsbergsla gebruiken. Nou, de wraps zijn bedekt, belegd en nu gaan we ze oprollen. Ik probeer dat zo strak mogelijk te doen. Het kan zijn dat er nog wat van het crème fraîche pesto mengsel uitloopt. En dan haal je dat gewoon even weg. Zo. Nou, eentje is klaar. Volgende oprollen. Zo, pakken we een beetje aluminiumfolie om ze in te rollen. Dan kan eigenlijk gewoon zo, leg je er eentje naast en doorrollen. Hou je dicht en laat ze opstijven in de koelkast. Oké, de wraps hebben een half uurtje in de koelkast gelegen. Dus we kunnen ze gaan snijden. En je kunt natuurlijk gewoon de wrap heel laat in als lunchje eten. Maar je kunt er ook hapjes van maken, voor bij de borrel. En dan snij je ze in stukjes. Ze zijn mooi opgestijfd. Eens kijken, snijden we ze door. Kijk, nou. Mooie wraps met rucola, pesto, parmezaanse kaas en crème fraîche en kipfilet. Het is ook nog leuker om een prikkertje in te zetten.
voorkomen dat ze openrollen. En dan kunnen we ze serveren. Ik druk hem even goed dicht. Eet smakelijk!